Goedemiddag en welkom bij deze vergadering van de vaste commissie voor Financiën. Aan de orde is een procedurevergadering. Welkom aan de mensen thuis. Welkom aan de leden. Hier links van mij, meneer Romke de Jong namens D66. Meneer Alkaya namens de SP. En mevrouw Inge van Dijk namens het CDA. En mijn naam is Itzinga. En ik zit hier zowel als voorzitter vandaag als lid van de VVD. Dan gaan we beginnen met de agenda. En dan beginnen we bij agenda punt 1. Dat zijn de aangemelde onderwerpen voor de commissieregeling van werkzaamheden. En er zijn op dit moment, daar kunnen we snel doorheen, want er zijn geen onderwerpen, geen verzoeken aangemeld. Dan gaan we naar agenda punt 2. Dat is het vaststellen van de besluitenlijst. En inmiddels heet ik ook de heer Van Raan namens de Partij van de Dieren van harte welkom. De besluitenlijst van de reguliere procedurevergadering van 21 juni. En de strategische procedurevergadering van 23 juni en de extra procedurevergadering van 30 juni. Zijn er opmerkingen over? Zo niet, dan stellen we die hierbij vast. En van harte welkom ook aan de heer Dassen namens Volt. Dan gaan we door naar punt 3 van de agenda. Dat is de brievenlijst. Die bevindt zich in een aparte bijlage. Die pak ik er even bij. Iemand een opmerking over pagina 1 van de brievenlijst? Ik zie de heer Van der Raan. Dank u wel, voorzitter. Ik ga denk ik een opmerking maken, maar ik moet nog even zoeken. Dus gaat u vooral door, maar ik kom er nog even op terug. Door. Verder iemand een opmerking over pagina 1 van de brievenlijst? Nee. Dan gaan we naar pagina 2, de punten 9 tot en met 14. Ook geen opmerkingen. Ik weet niet of de heer Van Raan inmiddels al klaar is om zijn opmerking te maken. Ik zie hem nee schudden, dus dat betekent dat wij doorgaan. Inmiddels heet ik ook graag de heer Heijnen van de VVD. Van harte welkom. Gaan we naar punt 4 van de agenda. En die zou ik graag in samenhang met de punten 5, 6, 7, 8 en 9 één keer willen behandelen. Aangezien dit met hoofdzakelijk debatten betreft of stukken betreft van de, ten aanzien van debatten die al hebben plaatsgevonden. Kijk toch nog even rond of er nog een opmerking is over de punten 4 tot en met 9. Ik zie geen opmerkingen, dus dan gaan wij. Dan in de eerste plaats welkom aan de heer Omtzigt die net binnenkomt en die wilde graag een opmerking plaatsen. Dank u. We hebben gisteren wat over de voorjaarsnota gehad. Punt 9 gaat over het vervolg van de voorjaarsnota. En ik had het wel fijn gevonden als de minister van APP aanwezig geweest was, want nu hebben we het wel gehad over iets van een 500 miljoen, maar we hebben geen gewijzigde begroting gezien. Dat is een rare manier van een debat voeren. Kijk, we waren wel met z'n allen heel heftig bezig, maar ik doe dat toch het liefst op basis van een wetsvoorstel. En dus we wachten eigenlijk vanavond nog op een wetsvoorstel waar we morgen over gaan stemmen. En dat wou ik toch wel aangeven dat dat niet de grote voorkeur heeft in de volgorde van dingen aan de regering. En wat stelt u voor, meneer Onze? Om het ook aan de regering te vragen om in een voorkomend geval, indien zij een wet aanpassen, dat ze in een voorkomend geval de minister wiens wet ze aanpassen ook afvaardigen aan het VK. Ons wordt vaak verweten dat wij de verkeerde ministers uitnodigen. Nu zeiden ze, nou, wij kunnen het niet doen. GroenLinks en de PvdA zeiden, wij willen graag de toeslagenwetgeving aanpassen. Nou, de staatssecretaris van toeslagen zat er. Maar de regering zei, we gaan de wetgeving rondom de rondom die eenmalige uitkering aan de gemeentes aanpassen. Maar de bewindspersonen die erover gaan, waren niet in de Kamer aanwezig. En dat is natuurlijk raar, want op het moment dat ik vragen ging stellen van ja, maar ik wil gewoon weten waar komt die 500 miljoen dekking vandaan, wat is er? Dan hoort de regering op dat moment gewoon die minister afgevaardigd te hebben, in alle eerlijkheid. En dat is geen halszaak, maar ik wil het toch even opgemerkt hebben, als ik gewoon. Ja, dank u wel. Ik zie de heer Heijnen in zijn hand opsteken. Ja, ik begrijp wat de heer Omtzigt zegt. Tegelijkertijd wou ik er wel op wijzen dat de aanpassing een gevolg is van een uitkomst van een debat. En niet vooraf een debat vaststond. Dus je weet van tevoren niet waar je een debat op landt.
En dan weet je zo niet wie je moet afvaardigen. Dus ik vraag ook enig begrip voor de... Ik snap echt wel het punt dat hier gemaakt wordt. Want als je vragen hebt, moet je die kunnen stellen. Tegelijkertijd was het natuurlijk ook een optie dat een debat een andere uitkomst had gehad. En was de afgevaardigde niet nodig geweest waar dan om wordt gevraagd. Dus ja, dat ook, hoort misschien ook wel een beetje bij de onvoorspelbaarheid van een debat, wellicht. Ja, punt is duidelijk. Dank beide heren voor uw opmerkingen. Gaan wij door naar agendapunt 10. De tweede incidentele suppletoren begroting in zaken LNG invoercapaciteit in de Eemshaven. Daar is het voorstel om dit te betrekken bij de verdere behandeling, het verslag te betrekken bij de verdere behandeling van de begroting. Is daar een opmerking over? Ja, meneer de Jong. Ja, wat onze fractie betreft is een hamerstuk prima. WGO mag ook als er een behoefte aan is, maar het liefst snel behandelen. Dus dat hoeft voor ons niet per se plenair. U loopt een beetje op de feiten vooruit, want dat was mijn volgende vraag bij het volgende punt. Hoe willen we dit behandelen? Meneer Romke de Jong die stelt voor om daar een hamerstuk van te maken. Is daar overeenstemming over binnen deze commissie? Ik zie de heer Alkaya. Ik neig naar de wetgevingsoverleg, voorzitter. Hamerstuk, dan zou ik echt even er wat dieper in moeten duiken. Ik neig naar de wetgevingsoverleg. Iemand anders? Ik sluit me aan bij Dassen. Ik sluit me aan wat de heer Alkaya zegt. Dan zou ik ook graag iets dieper willen induiken, voordat ik daar dat zo af kan doen. Ja, ik zie ook de heer Van Raan en ik zie ook mevrouw Inge van Dijk, die zie ik knikken. Dat betekent dat ze het eens zijn met de heer Alkaya. Ik kijk even naar de heer Heijnen. Ik was ook even afgeleid. Dit gaat om agendapunt 10, als ik me niet vergis. Ja, voor mij hoeft er geen wetgeving gezien de spoed. Mag het voor mij ook een hamerstuk. Maar als een leden van de commissie daar waar, dan echt prima. Ja, dan begrijp ik dat er een... Kijk even naar links. Dan begrijp ik dat er een meerderheid is die in ieder geval een WGO wenselijk vindt. Dan gaan we het op die manier doen. Dan gaan we naar punt 11. Dat is de vierde incidentele suppletorenbegroting in zaken uitvoering, rechtsherstel, box 3 en garantie annuleringskosten LNG Terminal GasUnie. Daar is een inbrengdatum voor het stellen van feitelijke vragen ten behoeve van het verslag vastgesteld op donderdag 8 september om 1400 uur. En dan is het voorstel vervolgens om de twee brieven die daaronder genoemd staan, om die ook bij die feitelijke inbreng te betrekken. Ik neem aan dat dat akkoord is. Prima. Dan slaan we de bladzijde om. Gaan we naar punt 12. Dat is de eerste suppletorenbegroting samenhangende met de voorjaarsnota 2022. En het voorstel is desgewenst reeds betrokken bij de voortzetting van het plenaire debat over de voorjaarsnota. Akkoord. Agenda punt 13. Wet implementatie EU-richtlijn gegevensuitwisseling digitale platform economie. Even kijken. Dat is... Ter bespreking gaat u in op het aanbod van de staatssecretaris om een technische briefing te ontvangen over het wetsvoorstel. Ik zie één handje van meneer Romke de Jong, D66. Ja, wat onze fractie betreft hoeft dat niet. Maar als er een vraag naar is door deze commissie, dan gaan we daar natuurlijk in mee. Dan kijk ik even naar mevrouw Inge van Dijk. Want ik begrijp dat mevrouw Inge van Dijk daarom verzocht had om een technische briefing. Ik heb daar volgens mij niet aan verzocht. Nee. Oké, dan zie ik niet dat er behoefte verder is om een technische briefing te doen. Dus dan doen we dat niet. Even kijken. Dan is het vervolg. Kijk even naar de... Er komt een nota van wijziging. Dus wij... stellen dan de besluitvorming rondom de plenaire behandeling even uit totdat we die nota van wijziging hebben ontvangen. Is het voorstel? Ja, iedereen akkoord? 13, mooi. Dan gaan we door naar agendapunt 14. Dat zijn de stukken en brieven die als eerste zijn ondertekend door de minister van Financiën. Nummer 14 is heropening groene obligatie. En het voorstel is om dat te agenderen voor een commissiedebat over de verduurzaming van de financiële sector te houden in het voorjaar van 2023.
Ik zie geknik, instemmend geknik. Dan gaan we door. Naar agenda punt 15. De eerste observaties van de inspecteur-generaal IBTD. De inspectie belastingen, toeslagen en douane. Daar is het voorstel om dat te agenderen voor het commissiedebat Belastingdienst op woensdag 7 september. Dat is akkoord. En daarnaast is er een aanbod vanuit de inspecteur-generaal om het document toe te lichten in deze Kamer. En dat gesprek zou kunnen plaatsvinden op maandag 5 of dinsdag 6 september. Is daar behoefte aan? Ik zie geknik. Ik zelf stem daar ook mee in. Ik zie een handje van meneer Omtzigt. Ja, ik zou er graag bij zijn. Ik ben op 6 september niet in Nederland. Op de 7e wel, dus als het op de 7e kan, dan zou het fijn zijn, maar niet blokkerend. En ik zou graag willen dat voor die tijd dan ook het schriftelijk overleg over de IBTD, wat nog loopt, beantwoord is. Ik heb daar in ieder geval wat vragen over gesteld, ook over deze brief. Ja, ik begrijp het punt. Ik kijk even naar de agenda, want het debat zelf staat op 7 september gepland. Dus ja, dan moeten we even kijken hoe we dat vorm gaan geven. Maar daar komen we dan even op terug. Ja? Dan gaan we door naar punt 16. De nationale evaluatie herziene richtlijn betaaldiensten. En het voorstel is om die brief te agenderen voor een nog te plannen commissiedebat financiële markten. Ja. Agenda punt 17. Voortgang actieplan Consumentenkeuzes 2022. Een brief van de minister van Financiën. En het voorstel is om die brief te agenderen voor een nog te plannen commissiedebat financiële markten. Ik zie instemmend geknik. Dan agenda punt 18. Beantwoording vragen commissie over het faillissement Amsterdam Trade Bank. Een brief van de minister van Financiën. En het voorstel is om die ter kennisgeving aan te nemen. Ik zie een handje van de heer Alkaya. Voorzitter, ook die zou ik willen betrekken bij een debat financiële markten. Er staan ook dingen over depositogarantiefonds en dergelijke. Volgens mij is er geen bezwaar tegen, dus dat gaan we zo doen. Dank u wel. Punt 19, de derde rapportage staatsagent KLM. Een brief van de minister van Financiën. En het voorstel is om dat te betrekken bij de schriftelijke inbreng overleg over staatsdeelnemingen op donderdag 7 juli 2022. En ik zie een handje van mevrouw Van Dijk. Het is misschien een beetje oneigenlijk, maar het SO is staatsdeelnemer. Nu is die notitie binnengekomen van staatsdeelnemingen. Is het dan niet verstandig om die SO misschien 1 of 2 weken op te schuiven, dat we die notitie ook kunnen behandelen? Anders vind ik het een beetje jammer als we zo weinig tijd voor hebben om daar goede vragen over te kunnen stellen. Even kijken. Een voorstel van mevrouw Van Dijk is om dit 2 weken op te schuiven. Meneer Heijnen. Ja, dit heeft een beetje geschiedenis, dit ding. Want we hadden eerst een commissiedebat. Toen was het verzoek van de Kamer om dat commissiedebat niet door te laten gaan. Zodat we later het commissiedebat konden voeren over de nota ook. Toen heb ik zelf het voorstel gedaan, laten we dan een schriftelijk overleg doen. Omdat er toch nog wel zaken spelen rond staatsondernemingen. Schiphol, KLM, Tennet. En toen hebben we besloten toch een schriftelijke ronde in te vullen. Dat de leden wel de vragen over deze onderwerpen, over de actualiteit kunnen stellen. En dan apart over de nota. Dus natuurlijk kunnen we bij meerderheid besluiten dat weer niet te doen. Maar het was meer als faciliterend dat er ook wel behoefte was om nog voor de zomer vragen te kunnen stellen aan het kabinet. Dank u wel, meneer Heijnen. Ik zie mevrouw Van Dijk is daarmee akkoord. Ja, ik ben er helemaal mee akkoord. Alleen nogmaals, die notitie vind ik wel gewoon echt wel relevant. Dus ik ben wel op zoek naar hoe geven we die ook de aandacht die het verdient. En of het dan voldoende is om het overleg wat we afgesproken hadden alleen te gebruiken. Ik geef even het woord aan de griffier. Ja, mevrouw Van Dijk spreekt over de notitie. Ze doelt denk ik op de onlangs ontvangen nota deelnemingenbeleid die in het notaoverleg op 12 september wordt behandeld. Meneer Heijnen schetst al een beetje de voorgeschiedenis. Als u over die nota, die dus op zichzelf nu niet op de agenda staat, maar wel is ontvangen, als u daar vooruitlopend op dat notaoverleg nog iets mee zou willen doen, dan zouden we kunnen besluiten om daarover nog een feitelijke vragenronde te houden. Met het verzoek dan aan het ministerie om tijdig voorafgaand aan het notaoverleg die feitelijke vragen te beantwoorden.
Ik zie geknik. Zou ik erg waarderen. Ja, gaan we dat zo doen. En dan is natuurlijk... Sorry, excuus voorzitter. Dan is natuurlijk wel even de vraag of u die inbreng nog deze week wenst te leveren. Nee. Daar zie ik nee geschud. Dus nee, dat was vrij heftig nee geschud. Dat was inderdaad vrij heftig nee geschud, hoor ik hier van de heer Ontzicht. Oké, prima. Dan gaan we door naar agendapunt. Excuus. Meneer Ontzicht heeft nog een punt. Ja, voorzitter, als we dat SO toch een week later doen, dan zou ik graag één document ontvangen. Niet helemaal niet meer. Gewoon morgen, oké. Ik zou wel op zeer korte termijn dan het verslag van de aandeelhoudersvergadering Schiphol willen ontvangen. We hebben met 5 partijen schriftelijke vragen gesteld. En er werd gezegd dat is bedrijfsvertrouwelijk. Ja, nou echt, daar brak een beetje mijn klomp. Aandeelhoudersvergaderingen zijn openbaar. Toevallig zijn hier 4 private aandeelhouders, dus dan kun je hem ook doen. En als er toevallig ergens één zin weggelakt moet worden, be my guest. Maar ik wil graag weten wat men op 11 of 12 april is die vergadering gehouden. Wat men daar besproken heeft en of daar enige waarschuwing geweest is. Dus ik vind gewoon dat dat document per omgaan naar de Kamer moet komen vanuit de regering. Helder. Ik zie wat instemming links en rechts. Ja, ja, meneer Heijnen? Ja, ja zolang het... Ik kan die vertrouwelijkheid niet helemaal inschatten. Als het inderdaad gewoon over een openbare vergadering, dan vind ik dat goed. Maar ik wil wel waken dat als er vertrouwelijke informatie is... Ja, je kan natuurlijk niet delen wat je niet kan delen. Maar ik hoor door heer Omtzigt dat volgens zijn inschatting dat wel kan. Zullen wij dit verzoek gewoon doorgeleiden naar de minister? Onder artikel 68 hebben we recht op het stuk. Mochten er stukken instaan die vertrouwelijk zijn, dan komt het gewoon ter vertrouwelijke inzage, dat stuk. Maar ik neem aan dat alles wat openbaar kan zijn, openbaar kan zijn. Nou is een algemene aandeelhoudersvergadering normaal openbaar. Maar omdat dit een NV is met maar 4 aandeelhouders, kun je hem gewoon besloten maken. Hè? Dan hoef je niet de rest uit te nodigen. Dus hij is gehouden onder de voorwaarden. Het is niet openbaar. Maar gezien dat 2 weken later de totale pleuris uitbreekt op Schiphol, ben ik wel even benieuwd wat ze daar nou besproken hebben. En ik vind ook dat we daar als Kamer best wel recht op hebben. Zeker als een schadeclaim van een paar 100 miljoen boven ons hoofd hangt. Dank u wel, meneer Ontzicht. Wij geleiden uw verzoek door naar de verantwoordelijke minister. We hebben nog een... voor de feitelijke vraag hebben we nog een inbrengdatum. Moeten we nog vaststellen. Dat is nog even een puntje wat nog niet is afgehecht. Kijk even naar de griffier. Ja, deze week is te snel, dat begrijp ik. Eind volgende week, donderdag. En ik zie akkoord. Donderdagmiddag 2:00. Volgende week donderdag om 2:00. Het staat genoteerd. Dan gaan we door naar agendapunt 20. Stand van zaken steunpakket KLM. Een brief van de minister van Financiën. En het voorstel is om die te betrekken bij de inbreng op het schriftelijk overleg over staatsdeelnemingen op donderdag 7 juli aanstaande. In feite loopt dat, denk ik, helemaal parallel aan het vorige punt. Dus ik stel voor om dat op dezelfde manier af te doen. Dan gaan wij naar agendapunt 21, jaarverslagbeheer staatsdeelnemingen 2021. Een brief van de minister van Financiën. En daar is het voorstel om als inbrengdatum voor het stellen van feitelijke vragen om die datum vast te stellen op dinsdag 13 september 2022 om 14:00. Ik zie instemming op dit punt. Dan gaan we snel door. Dan gaan we naar... Even kijken naar agendapunt 22, een reactie op berichtgeving over een mogelijke overname van ABN AMRO door BNP Paribas. En daar is een voorstel om de brief te bespreken. En wenst iemand hier nog verdere opmerkingen over te maken? En als iedereen zwijgt, dan is dat ook goed, want dan volgen wij het voorstel zoals het hier gedaan wordt. Prima. Dan gaan we door naar agendapunt 23, nota deelnemingenbeleid Rijksoverheid 2022. Er ligt een brief van de minister van Financiën. En het voorstel is om deze te agenderen voor het notaoverleg deelnemingenbeleid van maandag 12 september 2022. En er zal ook nog een technische briefing plaatsvinden voorafgaande. Ja, akkoord. Agendapunt 24, antwoorden op vragen commissie over het verslag van de rapporteur over het jaarverslag Financiën en Nationale Schuld. Romeinse 9, 2021, ligt een brief van de minister van Financiën en het voorstel is om dat desgewenst te betrekken bij de behandeling van het jaarverslag Financiën en Nationale Schuld 2020.
Dat is akkoord. Prima, dan gaan we snel door. En dan zijn we aangekomen bij het onderdeel brieven en stukken die als eerste zijn ondertekend door de staatssecretaris Fiscaliteit en Belastingdienst. Agenda punt 25. Brieven in zaken wijziging van de uitvoeringsregeling Algemene Wet in zaken Rijksbelastingen. En daar zijn een aantal brieven die zijn in de vorige procedure vergadering aangehouden op het verzoek van de heer Omtzigt. En de vraag is, wat gaan we daar mee doen? We zijn bij agenda punt 25, meneer Omtzigt. Excuus. Ik kijk even naar de heer Omtzigt. En mocht daar geen reactie volgen, dan neem ik aan dat we dit ter kennisgeving kunnen aannemen. Nee, dat is toch niet zo? Nou ja, ik wil... er zijn gisteren ook... We hebben eergisteren een nieuwe vraag gesteld over de... hoe heet het? Over de sancties. En daaruit blijkt dat de olieimport alleen maar is toegenomen. En ik vrees dat we op een gegeven moment over het hele pakket daar wat vragen over gaan stellen. Welke zijn die? 25. Dat zijn toch die... Dit gaat over punt 25, meneer Omtzigt. Dit gaat over de AWR. Ja, dat was toch het advies van de... Ja, dat is... Sorry dat ik even... Ik loop even in drie vergaderingen tegelijk, maar dit is toch... Advies van de autoriteitspersoonsgegevens. Ja, en dat ging juist in het kader van de sancties, dat ze... dit was in het kader van de sancties. Excuus, ja. Was even verwarring hierop. Dat snap ik, want ik begon meteen over buitenlandse zaken. Maar het is in het kader van de sancties dat ze de 6 weken over deden om te zeggen dat die wet gewijzigd kon worden. En ik zit nu met het probleem dat er overal allerlei problemen met die sanctiewetgeving spelen. Het blijkt dat ik me afvraag of ik dat bij financiën of buitenlandse zaken of op één moment een keer al die dingen samen wil bespreken. En dat na de zomer. En dan weet ik niet of financiën de aangewezen club is, dan wel buitenlandse zaken waar het voortouw ligt. Dus ik zou graag willen dat de griffiers met die twee commissies bij elkaar kijken van wat is de beste manier om het allemaal bij elkaar een keer... Dat lijkt me een goed voorstel. Meneer Heijnen? Ik ben het daar zeer mee eens. We hebben vorige week in de strategische procedurevergadering exact deze vraag gesteld, met ook het verzoek aan de griffiers om eens te kijken hoe we hier regie op kunnen pakken. Nee, dat was de heer Omtzigt, kon daar niet bij zijn. Maar het is wel een relevante vraag. Ja. Want formeel ligt het bij BUSA, maar ik voelde hetzelfde als de heer Omtzigt. Ja, het raakt ook voornamelijk ook financiële sector bijvoorbeeld. Gaan we dat op die manier doen? Lijkt me goed. Dan komen we daarop terug. En dan laten we deze, denk ik, even op de agenda staan. Hè? Sowieso dat hij niet ervan afvalt. Dank u wel. Dan gaan we door naar 26. Agenda punt 26. Toepassing multiplier bij fiscale partners voor giften aan culturele ambies. Er ligt een brief van de staatssecretaris. En het voorstel daar is om dat te agenderen voor het te zijner tijd te houden commissiedebat fiscaliteit. Ik zie geknik. Punt 27. Adviesrapport toezicht op algemeen nut. Ligt een brief van de staatssecretaris. En het voorstel is om die brief te agenderen voor het commissiedebat Belastingdienst op woensdag 7 september 2022. Ik zie wederom geknik. Agenda punt 28. Vormgeving, tegemoetkoming, fraude, signalering, voorziening. Brief van de regering en het voorstel is om dat te betrekken bij het TZT te houden plenaire debat over het rapport over de fraudesignaleringsvoorziening van de Belastingdienst. En ik zie een vinger van de heer Omtzigt. Ik zou er graag een paar feitelijke vragen over stellen voordat we dat debat houden. Ik neem aan dat iedereen het daarmee eens kan zijn, dus dan gaan we dat inplannen. Kijk even naar de griffier. Voor of na het reces? En moet dat voor of na het reces? Het moet tenminste 2 weken vanaf hier. Maar in het reces. Dat kan, ja. Ja, doen we dat op die manier. Kijk even rond, geen bezwaar. Prima, dank u wel. Dan gaan we naar agenda punt 29, monitoring van de effecten van de aanpak van belastingontwijking. Ook daar is een brief over geschreven door de staatssecretaris. En het voorstel is om die te agenderen voor het commissiedebat doorstroom vennootschappen dat TZT opnieuw zal worden ingepleegd. Is dat akkoord? Dat is akkoord. Prima. Dan gaan we door naar 30. De tweede monitoringsbrief fiscale coronamaatregelen. Ook daarover is een brief. En het voorstel is om een inbreng
datum voor te stellen voor vragen ten behoeve van een schriftelijk overleg op en dat vast te stellen op woensdag 7 september aanstaande om 1400 uur. Ik zie gekniek. Punt 31, scenario's coronabelastingschuld. Daar is een brief over verschenen van de staatssecretaris van Financiën en de inbrengdatum voor het stellen van vragen ten behoeve van een schriftelijk overleg wordt vastgesteld op 7 september aanstaande om 2 uur. Althans, dat is het voorstel, maar ik zie een handje van de heer Romke de Jong, dus die gaat een heel ander voorstel doen. Nou, dat niet per definitie, voorzitter, maar ik was toch te langzaam bij punt 30, want we zouden toch eigenlijk willen vragen of misschien een week later kan, want het commissiedebat staat ook op 7 september. Het geldt eigenlijk voor alle voorstellen schriftelijk inbrengen op fiscale onderwerpen die ook op 7 september staan. En ook bij punt 31, wederom, ook commissiedebat staat op 7 september. En uw voorstel is om al die schriftelijke inbrengen rondom fiscaliteit één week later te doen. Dat vind ik, dat klinkt mij als muziek in de oren. Kijk ook even rond. Ik zie geen bezwaar. Ik kijk even naar de griffie of dat überhaupt dat is mogelijk. Prima, gaan we dat zo doen. Dank u wel, meneer de Jong. Dan gaan we naar punt 32, brieven over autobelastingen. En die kennen eigenlijk allemaal, dat zijn 1, 2, 3, 3 brieven. En die daarvan wordt voorgesteld om die te agenderen voor het TCT te houden. Commissiedebat over autobelastingen. Ik zie geen bezwaar, dus dat gaan we zo doen. Ik zie toch een vraag, namelijk van de heer Alkaya. Ja. Ja, dat debat is vrij laat, volgens mij. Of is nog niet eens gepland. Dus dan moeten we, denk, er is ondertussen wel genoeg aanleiding om het ergens in het najaar te plannen, volgens mij. Het verzoek van de heer Alkaya is om het autodebat belastingen, wat nog niet is ingepland, om dat in het najaar te plannen. Ik ging er al eigenlijk een beetje vanuit dat dat sowieso de bedoeling was. Ik keek even naar de griffier. Het voorstel vanuit de staf was om dit in ieder geval even te bespreken, zometeen als we de hele planning aan de orde hebben van de commissiedebatten. Maar in die planning hadden wij voorgesteld om het in februari te doen. Als de commissie het eerder wil, dan moeten we dat eerder gaan plannen. Maar er staan natuurlijk meer debatten op de lijst. Dus vandaar dat ik zeg, laat het zo meteen even hernemen. Gaan we het zo even. Ik zie nog één handje van meneer Romke de Jong. Ja, de heer Alkaya kon ook niet wachten, wij ook niet. Maar ik zag hem vooral onder punt 45 staan bij het voorstel planning, commissieactiviteiten, ja. Commissiedebat financiën. Ook wij zouden nog graag het commissiedebat autobelasting dit jaar wel inplannen. Maar wellicht is dat toch beter om dat te bespreken bij punt 45. We komen er terug bij punt 45. Prima. Even kijken, we zijn aangekomen bij punt 33. Reactie op verzoekcommissie over een burgerinitiatief over de mogelijkheden voor een onderzoek naar een pardonregeling voor huiseigenaren aan wie tijdig omzetten van een verpande levensverzekering in een kapitaalverzekering eigen woning voorbij is gegaan. Daar is een brief over geschreven en het voorstel is om die ter kennisgeving aan te nemen en de adressant te informeren. Ja, ik zie geen bezwaar. Prima. Dan gaan we naar het hoofdstuk stukken en brieven die als eerste zijn ondertekend door de staatssecretaris toeslagen en douane. Agenda punt 34, juridische grondslag ouders in het buitenland. Daar is een brief verschenen van de regering en het voorstel is om die brief te betrekken bij het verslag bij het wetsvoorstel hersteloperatie toeslagen op vrijdag 15 juli 2022. Akkoord. Dan gaan we door naar het volgende punt. Dat is punt 35, de derde voortgangsrapportage douane 2021. Een brief verschenen met een voortgangsrapportage en de inbrengdatum voor het stellen van vragen ten behoeve van een schriftelijk overleg worden vastgesteld op 13 september om 1400 uur. Ik zie geen bezwaar, dus dat gaan we zo doen. Gaan we naar agenda punt 36, beantwoording van vragen commissie in zaken nazending beslisnotes over de opstart gepauzeerde invorderingen toeslagen. Daar is een brief over geschreven door de staatssecretaris en het voorstel is om deze te betrekken bij de stemming over de wet geen rente bij hervatting invordering toeslagschulden. En ik begrijp dat die wet die staat op de agenda, op de stemmingslijst morgen aanstaande.
Geen bezwaar, dan gaan we dat zo doen. Dan gaan we naar punt 37. Nadere toelichting, beroep CW 2.27, toeslagen Oekraïense ontheemden. Een brief van de minister van SZW. En daar is, even kijken, daar zijn een aantal bespreekpunten. Die heeft u kunnen lezen. Zijn daar opmerkingen over? Meneer Heijnen. Ja, ik voel me geneigd even te reageren omdat het ook mijn verzoek was om voor een aanvullende toelichting op die 227. Ook voor de rest van de commissie. Wij zijn in de commissie Rijksuitgaven met mevrouw Matoeg ook nu bezig om een protocol op te stellen hoe de Kamer gewenst geïnformeerd te worden. Want ook bij het lezen van deze brief dacht ik dat het wel verstandig was ook aan het kabinet mee te geven langs welke lijnen de Kamer zich wenst geïnformeerd te worden. Ik vond deze brief, het was een goede poging, maar het is nog aan, het kan nog aan kracht winnen. Maar dat staat los van de inhoud. En daar kan ik gewoon mee leven. Dank u wel. Dan is er nog een brief. En daar staat als voor een andere brief van de staatssecretaris van Financiën. Die wordt, daarvan is het voorstel ter informatie. Ja, dank u wel. Dan gaan we door naar agendapunt. Naar het volgende hoofdstuk, stukken en brieven als eerste ondertekend door andere bewindspersonen. Daar staan geen brieven geagendeerd. Dan komen we bij het hoofdstuk Europa. Punt 38, het tweede concept van het Nederlandse herstel- en veerkrachtplan. En daar is een brief verschenen van de minister. En het voorstel is om die te agenderen voor het commissiedebat Eurogroep Ecofinraad op 7 juli. 2022. Volgens mij is dat morgen. Ja, akkoord. Punt 39. Verslag Eurogroep en de Ecofinraad 16 en 17 juni 2022. Kwartaalrapportage lopende EU-wetgevingsonderhandelingen en non-papers in het kader van het voorstel voor een richtlijn voor herstel en afwikkeling van verzekeraars. Een brief van de minister van Financiën en het voorstel is om die te agenderen voor het commissiedebat Eurogroep Ecofinraad aanstaande morgen op 7 juli. Ik zie geen opmerkingen. Dan gaan we naar agendapunt 40. Lijst met nieuwe EU-voorstellen op het terrein van financiën. Daar is een lange lijst met allerlei voorstellen. En het voorstel is om de behandelvoorstellen zoals opgenomen in de lijst om dat te volgen. Ja, dan zijn we bij agendapunt 41. Voorstellen voor inrichting van een breed commissiedebat macro-economische ontwikkelingen in Europees perspectief en voor samenvoeging commissiedebat IMF met commissiedebat Eurogroep Ecofinraad. Daar zit een stafnotitie bij. En in die stafnotitie worden een aantal voorstellen gedaan ter uitwerking van de gedachtenwisseling. En daar in die stafnotitie staan een drietal beslispunten. Daar heeft u kennis van kunnen nemen. En mijn vraag is daar nog, zijn er nog opmerkingen over? Ik zie instemmend geknik door de heer. En zowel op de rechterkant als op de linkerkant. Dus we gaan de voorstellen zoals in de stafnotitie, die worden bij deze gevolgd. Dan gaan we snel door naar agendapunt 42. Aanwijzing. Verlening aan rapporteurs Europees Monetair Beleid. Ook daar is een stafnotitie verschenen met ook een aantal beslispunten daarin. Ik heb een vraag van de heer Dassen. Nou, ik zou me graag ook willen kandideren samen met de heer Alkaya en de heer Heijnen voor het rapporteurschap Monetair Beleid. Dank u wel. Ik zie ook een handje van de heer Omtzigt. Ja. Ja? Idem. Idem, ook kandidaat. Ja. En dat was ook omdat wij samen, de heer Das en ik, samen nog die ronde tafel gaan organiseren. Dat we debatten aangevraagd hebben. En ik weet dat het enigszins ongebruikelijk is, maar dit wordt wel een heel heet thema. Meneer Heijnen heeft ook een voorstel. Ja, kijk, het kwam voort uit omdat de heer Alkaya en ik al rapporteurs waren op digitale euro, ook naar Frankfurt gaan. En we dachten, nemen we dit mee. Het is inderdaad waar de heer Dassen en de heer Omtzigt ook in de voorbereidingsgroep op hetzelfde punt zaten. Het rapporteurschap behelst ook nu niet zoveel. Het was voornamelijk ook in de gesprekken naar de ECB. Dat lijkt me verstandig als dat. Dat zouden we ook heel goed met z'n vieren kunnen doen. Dat zou ik vaak in deze moet ik gek vinden.
dan hebben we een luxe probleem, want dan hebben we 4 rapporteurs. Dus dat lijkt me hartstikke goed. Voor de best and the brightest wordt hier opgemerkt. Daar ben ik het roerend mee eens, zeg ik tegen de heer Van Raan. Voor meneer Heijnen had nog in alle formaliteiten. We hebben natuurlijk de pragmatische oplossing van de heer Alkaï en ik. Wij zaten toch al in de trein naar Frankfurt. Dit betekent wel dat dan het budget in de notitie iets aangepast moet worden. Er moeten 2 extra treintickets bij. Dat is dan als financiën woordvoerders moeten we daar wel even op letten. Ik kijk even om me heen, maar deze saamhorigheid die wordt denk ik in voldoende mate ook financieel vanuit de Kamer ondersteund. Dus veel succes wens ik de rapporteurs op dit punt toe. Gaan we snel verder met agendapunt 43. Fiche, richtlijn, verminderingen, ongelijke behandeling, vreemd en eigen vermogen en beperking renteaftrek. Daar is het voorstel, daar is een brief van de minister van Buitenlandse Zaken. En het voorstel is om de inbrengdatum voor het stellen van vragen ten behoeve van schriftelijk overleg vast te stellen op woensdag 7 september aanstaande om 1400 uur. En ik zie een handje van de heer Romke de Jong namens D66. Ja, voorzitter. Ook hier weer het verzoek, graag de inbrengdatum 1 week later, omdat ook het commissiedebat belastingen staat op 7 september. De heer De Jong die wil heel veel dingen uitstellen. En dat, ik zie geen bezwaar, dus dat gaan we dan zo doen. Ook onder dit agendapunt nog een brief van de staatssecretaris van Financiën Fiscaliteit. En deze brief, daar is het voorstel om die ter kennisgeving aan te nemen. Dan zijn wij aanbeland bij de categorie overig. Agendapunt 44, spreektijdverdeling bij notaoverleggen. En daar is de vraag aan de commissie of de commissie instemt met de werkwijze voor spreektijden bij notaoverleggen, zoals reeds eerder is voorgesteld. Kijk even om me heen. De heer Omtzigt. Voorzitter, er is wat overleg gaande over de positie ook van afsplitsers. En op dit moment betekent dat ik in plenaire debatten, zoals gisteren, 50 seconden spreektijd had. En als ik ook hier ingeperkt word, vind ik dat best wel vervelend. Ik wil dat best toelichten. Ik doe deze week precies 1 plenaire debat. Dus ik loop niet overal naartoe. Ik doe 1 plenaire debat, dat is de voorjaarsnota. En dan doe ik gewoon helemaal mee. En op het moment dat we ook bij nota overleggen best wel gestaffelde tijd gaan invoeren. Kijk, als je het in- en uitloop had, wat vroeger was gebeurd, dan zou ik inderdaad ook gewoon zeggen van jongens, doe dan ook minder spreektijd. Maar ik zou een beroep willen doen op de collega's om het bij nota overleggen en bij algemeen overleggen gewoon de deelnemers een gelijke spreektijd te laten houden. Dank u wel. Ik zag ook een handje van de heer Romke de Jong. Nee, dat zag ik niet goed. Nee, mijn fractie is akkoord en goed om fractie groot aan te houden. Voorzitter, zou u de tijden... Sorry, de heer Alkaya, excuus. Zou u de tijden even... Want waar zou het dan op neerkomen voor de heer Omtzigt? Kijk, in algemene zin kan ik dit wel volgen. Maar als het erop neerkomt dat de heer Omtzigt in de praktijk erg beknot wordt in het doen van zijn werk, dan wil ik daar best over nadenken. Dat. Ik geef even het woord aan de griffier. Die heeft wat achtergrondinformatie. Ja, dank u wel, voorzitter. Er is een vaste matrix die bij alle commissies die deze werkwijze hanteren op dezelfde manier wordt toegepast. Het aantal minuten hangt natuurlijk af van het aantal uur dat voor het notaoverleg wordt ingepland. En dan varieert het inderdaad van een flink aantal minuten voor de grote fracties naar een heel beperkt aantal voor de kleinere fracties. Ik heb op dit moment die hele matrix niet bij me, ook niet in mijn hoofd zitten. Ik zie wel dat onze commissie op 12 september voor het eerste notaoverleg houdt. Wat wij misschien zouden kunnen doen is om voor dat notaoverleg gewoon bij u de spreektijden te inventariseren. Dat moet passen binnen de tijd die we hebben uitgetrokken. Als aan dat notaoverleg de heer Omtzigt ook meedoet, dan kan hij ook zijn eigen opgave doen voor de spreektijd in dat notaoverleg. En wellicht dat we dan in de eerstvolgende procedurevergadering na het reces met een uitgewerkt tijdschema van uitwerking van die matrix kunnen komen. Dan kan deze commissie, want dit is een van de weinige commissies waarin de heer Omtzigt lid is. En waar dit speelpunt speelt.
er opnieuw naar kijken. Ja, meneer Omtzigt, dank u wel. Nou ja, ik voel me gewoon overvallen. Want bij BISA hebben we ook gezegd, we gaan hier niet mee akkoord. Omdat er echt gewoon geen evenwicht zit in hoe er omgegaan wordt met deze rol. En als het ook niet beschikbaar is, dan... Ik doe dat beroep gewoon op jullie. Om gewoon te handhaven dat je bij notenoverleg... Dit niet ook gaat doorvoeren. Ik ben er 12 stemmen over niet bij, want ik heb volgens mij notenoverleg met de heer Dassen, wat wij zelf ons eigen initiatiefnota verdedigen. Dus we doen even wat anders die dag. Maar ik zou het ook op prijs stellen om na te denken of dit werkelijk nodig is, of we hier een probleem aan het oplossen zijn. Hebben we dit probleem ooit gehad in de commissie, dat een aantal collega's voelden dat ze meer hadden willen spreken? Dank u wel. Zag ik een handje bij de heer Heijnen of zag ik dat? Nee, excuus. Dan de heer Rompke de Jong, die wilde graag op reageren. Ja, voorzitter, mijn eerste gevoel is dat dit toch thuis wordt bij het presidium. Dus ik zou toch wel graag mee willen gaan ook in het voorstel van de griffier om dit in ieder geval bij de eerstvolgende PV opnieuw te bespreken. Want ook ik kan dit niet nu goed inschatten en ik zou dat graag later op terugkomen. Dank u wel. Meneer Heijnen? Ja, toch nog. Kijk, pas mij enige bescheidenheid als vertegenwoordiger van de grootste partij. Waardoor een voorstel natuurlijk in je eigen voordeel is. Maar lijkt me, wat de heer Rompke de Jong voorstelt, lijkt me goed om daar later op terug te komen. Als de heer Omtzigt daar... Ik zie geknik bij de heer Omtzigt, dus daar gaan we ongetwijfeld goed uitkomen. Dan gaan we door naar de overzichten van de activiteiten op het terrein van de Commissie van Financiën. En dan zijn we bij agenda punt 45. Dat is de lijst. Dat is de lijst met commissiedebatten. En ter bespreking hier is of wij kunnen instemmen met de planning van commissiedebatten, zoals die in dit overzicht, in deze lange lijst, is weergegeven. Ik zie een hand van meneer Rompke de Jong. Nou ja, misschien toch terugkomend, voorzitter, op ook het verzoek van de heer Alkaaien. Wij zouden graag nog het commissiedebat autobelastingen dit jaar inplannen. Dat verzoek hier aan de collega's. Ja, dat is... volgens mij kan iedereen daar wel mee instemmen, als ik dat zo bekijk. Op ditzelfde punt, meneer Van Raan, of op een ander punt? Ja, als u hetzelfde punt noemt, het nog in te plannen commissiedebat, dan hetzelfde punt, ja. Dan hetzelfde punt. Ja. Prima. Zullen wij... Want hetzelfde punt gaat over de interplanne commissiedebatten. En, sorry, excuus meneer Van Raan, dit gaat nog even over de auto. Oh, prima. Daar kan ik mee instemmen. Ja, daar kunt u mee instemmen, ja, dank u wel. ik geef even het woord aan de griffier en we gaan even kijken, denk ik, wat er mogelijk is. Dat debat autobelastingen nog dit jaar, dat lokt de vraag uit of u dat dan... pas wilt inplannen als de behandeling van het belastingplan is afgerond. Of dat u het in de zeer drukke maanden daarvoor nog op de agenda wilt. Dat zeg ik heel suggestief. Op dit punt de heer Omtzigt. Ja, voorzitter. Er staat een commissiedebat PwC-onderzoek op 14 september. Tussen 10 en 1. En ik ben aanvrager van dat debat. Maar ik ben ook Nederlands lid in de monitoringcommissie van de Raad van Europa. In de monitoringcommissie van de Raad van Europa wordt Nederland periodiek behandeld. Dat gebeurt eens in de 20 jaar. En dan wordt er verwacht dat het Nederlandse lid aanwezig is. Dan zijn er 3 Nederlandse leden. En de andere 2 Nederlandse leden zijn de Eerste Kamerleden, hebben allebei al hun verhindering aangegeven. Als ik me nu terugtrek, dan valt daar het hele discussie over Nederland in het water. Dus ik heb me net vergewist dat op dat moment ik er waarschijnlijk wel moet zijn, omdat wij anders echt een beetje voor joker staan als land. Dus het kan zijn dat het handig zou zijn om dat debat om te wisselen en dan iets anders te doen op 14 september. Maar het lijkt me stom om hier een slot te laten varen wat wij als financiën ingepland hebben. Ja, helder. Ik kijk even naar de griffier. Ik denk dat wij even gaan in deze wetenschap even gaan kijken of wij dan zouden kunnen schuiven. En of het al mogelijk is om het commissiedebat autobelastingen op dat moment te laten plaatsvinden. En dan schuift dat debat van de heer Omtzigt, PwC-onderzoek naar het memo Palme, dat schuift dan door naar een later moment. Begrijp ik dat voorstel goed, meneer Omtzigt? Ja? Meneer Van Raan.
Ja, dan wil ik toch graag het punt maken. We hebben het volgende punt. De commissie debat exportkredietverzekeringen. Waarvan we in deze commissie gezegd hebben, dat moeten we inderdaad gaan doen. Is ook al 2 keer uitgesteld. Dus die zou ik ook graag aanmelden als kandidaat voor na het reces op de 14e. Maar dat laat ik. Ik snap ook heel goed dat dat niet belastinggerelateerd is. Dat de autobelastingen daar misschien voor de collega's wat aantrekkelijker is. Omdat dan te doen in verband met allerlei behandelingen van belastingplannen. Hoewel de race dan al gelopen is, als het goed is. Maar het verzoek is, exportkredietverzekeringen, zoals al eerder toegezegd, graag inplannen, snel na het reces. Ik kijk even, het wordt nu heel ingewikkeld, gaat mijn pet volledig te boven, maar gelukkig de heer Weber, die weet zich daar altijd raad mee. Ik ga het proberen. De optie van de heer Omtzigt om die datum van 14 september voor een debat met staatssecretaris van Fiscaliteit te gaan benutten, dat wordt lastig. 14 september was ingepland met de staatssecretaris van Toeslagen en Douane. En we zouden het moeten verifiëren, maar bij mijn weten is op 14 september staatssecretaris Fiscaliteit niet in het land. Dus dat zou betekenen dat we toch dat tijdstip niet kunnen gebruiken voor een van de twee debatten die u heeft genoemd. Ten aanzien van beide debatten hoor ik wel het verzoek om dat snel te doen. Dus daar moeten we gewoon een ander moment voor zoeken. En ja, blijft mijn vraag van daarnet staan, van als u autobelastingen met name, als u dat wilt in die maanden waarin ook het belastingplan loopt, dat kan, maar dat gaat misschien met elkaar interfereren. De heer Omtzigt en daarna de heer Heijn. Dan ga ik toch een ultieme poging doen om de agenda in Straatsburg om te gooien. Ja, nee, ja. Ik vind het altijd heel leuk dat ik altijd de klusjes doe die als overblijven, maar daar ben ik niet helemaal van. Dus u hoort van mij binnen een paar dagen of het daar lukt om het iets te verslepen. Dank u wel. De heer Heijnen? Ik wilde alleen de opmerking maken dat als het gaat om exportkredietverzekeringen, dat volgens mij ook nog wordt gewerkt aan de uitwerking van een motie die in de Kamer is ingediend. Om te kijken voor gelijk speelveld en hoe andere landen. Prima om dat debat in te plannen, maar ik denk dat het wel goed is om ook aan het kabinet te vragen of zij al ook dan zover zijn. Want anders hebben we een debat waarin misschien 2 weken later een interessante uitkomst is. Maar ik kan dat niet overzien. De heer Van Raan. Ja, ik vind dat wat de heer Heijnen zegt een goede suggestie. Het is wel zo dat we dit al heel vaak hebben uitgesteld. En er is altijd wel iets waar we op wachten. Dus ja, ik snap het. Maar laten we gewoon kijken waar de gif mee komt. Om het zo snel mogelijk naar de recessie te komen. Volgens mij hebben we een deal. We gaan kijken waar de griffie mee komt. Wilde de griffier daar nog iets aan toevoegen? Of is dat helemaal helder nu? Nee, dat is helder. Prima. Dan verder op dit punt de heer Alkaya. Voorzitter, ik heb eigenlijk 2 verzoeken. Ik heb het net iets lastiger gemaakt nog. Ik niet persoonlijk, maar de heer De Jong wilde van een debat een hamerstuk maken. Heb ik van gezegd, laten we een wetgevingsoverleg van maken. Ik dacht, misschien is het ook creatief, want nu is het echt puur om te kunnen kijken of we het als hamerstuk kunnen agenderen dat we het nu gaan uitstellen. En dan wordt er ook weer gezocht voor een datum van een wetgevingsoverleg en dat maakt dingen misschien nog ingewikkelder. We zouden ook kunnen voorstellen om het wel als hamerstuk aan te melden, maar dan met de slag om de arm dat we het ook weer kunnen onthameren. Want dan het gaat niet deze week dan afgehamerd worden, denk ik. Dat wordt dan de eerste week na het reces. En het zou best goed kunnen dat het een hamerstuk kan worden. En dat verlicht de agenda dan weer een beetje. Maar dan met de kans dat ik het wel onthamer. Dat als ik toch echt hele prangende punten erin zie. Dat was mijn eerste verzoek om een beetje de agenda te verlichten. Dat ging over de LNG-terminals. Want dat komt hier eigenlijk nog bij als wetgevingsoverleg. Ja, de opmerkingen van de heer Alkaya zien op de begrotingswet die we bij agenda punt 10 hebben behandeld. Waarvan op dat moment werd besloten, we agenderen het voor een wetgevingsoverleg. U stelt nu voor om het toch maar aan te melden als hamerstuk. Met de mogelijkheid dat u het nog onthamert. Maar dat laat u dan weten aan de plenaire griffie. Daarmee ruimte te houden voor een aantal debatten, want ik ga daarna, mijn tweede verzoek is weer om een extra debat in te plannen. En dan heb ik iets weggehaald en iets opgezet. Nou, u houdt ons wel bezig, meneer Alkaya. Maar volgens mij, ik zie geknik hier links, dus volgens mij is duidelijk wat er moet gebeuren. Dank u wel. Nog één laatste. Ja, want ik ben dus rapporteur Digitale Euro samen met de heer Heijnen. We hebben een brief van het kabinet ontvangen met ontwerpkeuzes daarover. Die staat nog niet op
op deze agenda. Die komt waarschijnlijk op de volgende PV-agenda. En we krijgen nog een reactie van de Europese Commissie op de politieke dialoog die wij zijn gestart over hetzelfde onderwerp. En wij zouden willen voorstellen om daar op een gegeven moment een commissiedebat over te voeren. Dus dan hebben we het over de brief van het kabinet die we hebben ontvangen, plus de reactie van de commissie op de politieke dialoog die we hebben gestart. Helder, dank u wel. Ja, ik zie instemmend geknikt, dus dat gaan we dan zo inrichten. Dan zijn wij, denk ik, nu aangekomen bij agendapunt 46. Dat zijn de reeds geplande commissiedebatten, wetgevingsoverleggen en notenoverleggen. Dat is ter informatie. Agendapunt 47, nog te plannen commissiedebatten waartoe de commissie reeds heeft besloten. Daar is ook het voorstel ter informatie. Agendapunt 48, overige commissieactiviteiten. Ter informatie, ja, ik zie één vinger van de heer Dassen. Ja, voorzitter. De heer Omtzigt en ik zouden met een voorstel komen voor de ronde tafel over de euro. Daar zijn wij ook al inmiddels verder in gevorderd. Het hoogovervoorstel voor nu is eerste ronde met twee personen voor en twee personen tegen verdere integratie. Een tweede ronde met de instituties, de DNB en het CPB. En derde ronde, daar zijn we nog in overleg. Dat zal met hoogleraren, ja, ook een internationale... Misschien mag ik u vast verzoeken om daar geen namen bij te noemen op dit moment. Nee, dat doe ik ook niet. Nee, oké, excuus. Ja. Fijn. Ja, heel keurig, dank u wel. Precies, dus met ook een internationaal aspect. Maar daar willen we graag een voorstel nog voor de commissie doen. Of dat de commissie ons daar het mandaat voor geeft, of dat we dat via een e-mail nog aan u voorlegt. Ik zie een stemmend geknik en ook een vraag van de heer Heijnen. Mooi voorstel en dank voor het voorbereidende werk. Erg goed dat we dit gaan doen. Als ik dan één naam toch zou mogen noemen, zou ik wel, als we het over de Nederlandse Bank hebben, ja, ik ga het toch doen, zou ik wel heel graag dat de heer Knot dan is en niet iemand anders dan de Nederlandse Bank, omdat we hem... Als Kamercommissie heb ik ook nog echt wel wat vragen aan hem als het gaat om het monetaire beleid. En hij, als vertegenwoordiger van het instituut, zou ik dan wel graag met hem het gesprek voeren. Maar dat is dan de enige naam die ik noem. Dat is denk ik prima. Staat zelfs in de wet, wordt hier gezegd. Nou, kijk eens aan. De wet gaat boven alles. Dan gaan we door naar punt 49. Wetgevingsdebatten en 2 minuten debatten gebaseerd op de lange termijnagenda van 1 juli. En ik zie een hand van de heer Romke de Jong. Ja, mijn fractie had de vraag wanneer we de wet excessief lenen in gaan plannen. Wat ons betreft doen we dat spoedig na het zomerreces. Hij is, de heer Romke de Jong, die vraagt wanneer die wet wordt ingepland. Hij staat op de agenda van de plenaire, op de plenaire agenda, dus daar hebben wij niet zo heel veel invloed op hier. Maar hij staat, als ik het goed heb begrepen, staat hij vrij hoog. Dus ik verwacht hem vrij snel. Dan gaan we naar agendapunt 50. Overige plenaire debatten gebaseerd op de lange termijn agenda van 1 juli. Ik zie geen handen. Dan agendapunt 51, nog niet beantwoorde commissiebrieven. Een hele lijst met nog niet beantwoorde commissiebrieven ter informatie. Ja, akkoord. Dan zijn wij toegekomen bij de rondvraag. Iemand iets voor de rondvraag? Nee. Dan zou ik, voordat ik de agenda sluit, zou ik graag even uw aandacht willen voor een afscheid, een lach en een traan, moet ik erbij zeggen. Onze griffier die gaat ons helaas binnenkort verlaten. En volgens mij is hij formeel al min of meer vertrokken. We gaan hem ontzettend missen, want hij heeft ontzettend goed werk gedaan in de ondersteuning van deze commissie. En hij gaat iets heel anders doen binnen de Tweede Kamer. Ik weet niet, mag ik dat wel zeggen? Hij gaat de tijdelijke commissie opzetten, parlementaire enquêtecommissie corona, gaat hij ondersteunen. En dat is heel belangrijk werk. Ik ben er ontzettend blij om en trots op dat hij dat vanuit deze commissie kan gaan doen. Nogmaals, heel veel dank voor uw inzet. En de vaste voorzitter, die is zo attent geweest om...
om een bloemetje aan u te overhandigen. Dus mede namens de voorzitter, de echte voorzitter, mevrouw Thielen, heel hartelijk bedankt en heel veel succes gewenst. Tot ziens. En dan sluit ik deze vergadering. Dank u wel.